Het is een evenement wat een aantal jaren al door het stadsdeel is georganiseerd. En dat is jaarlijks gebeurd via een opdracht aan het evenementenbureau. Vorig jaar hebben wij een enquête gehouden onder alle deelnemers en bewoners over wat ze er nu eigenlijk van vonden. En eigenlijk bleek uit die enquête dat heel veel sportverenigingen, sportorganisaties, culturele organisaties, maar ook individuele kunstenaars die mee wilden doen, eigenlijk zeiden van nou, het is een hartstikke mooi evenement, maar we hebben zoveel creatieve ideeën en ideeën om nog meer ervan te maken, maar we kunnen eigenlijk in het concept niet echt ons eigen genoeg kwijt. Dus eigenlijk kwam er een beetje uit van dat ze zelf wel heel graag mee wilden werken en mee wilden denken. Dus we dachten nou, we gaan het roer helemaal omgooien en we gaan gewoon werken aan een soort interactieve manier om het festival helemaal op te gaan zetten. Dus we zijn gestart met een brainstorm sessie. We hebben alle culturele organisaties en kunstenaars en sportorganisaties uitgenodigd. Het zijn niet alleen maar professionele organisaties, het is een mengeling van professionals en amateurs en vrijwilligersorganisaties. En bij de eerste brainstorm waren ongeveer 30 mensen aanwezig en hebben wij gevraagd van nou, hoe zouden jullie het nou willen zien, zo'n festival? Wat moet er komen? Hoe moeten de podia eruit zien? Hoe gaan jullie de organisatie hebben? Wat moet er aan PR-markt gebeuren? En eigenlijk kwam daaruit dat ze wilden meer, voorgaande jaren was het meer op een kramenmarkt gericht, maar zij wilden meer interactief, meer ook voor de bewoners, dus meer actie. Dus meer podia waar allerlei activiteiten op te zien waren en sportdorp met uitgebreide podiumstructuur en veel diversiteit. En daarnaast wilden ze ook heel graag wat meer binnenlocaties mee zouden doen, zoals het infocentrum waar we hier zijn, het Belmer Parktheater wat net is geopend en het Belmer Sportcentrum. Dus zo zijn we eigenlijk begonnen met de opzet van het festival. En ook vragen van, nou wat hebben jullie dan allemaal faciliteren nodig als jullie dat willen gaan organiseren. Nou, toen zijn we naar het vervolg gegaan, we hebben uit die brainstorm gezegd van wie zijn allemaal actief om daar echt van te maken. En we hebben dus een aantal mensen gevraagd om als vrijwilliger echt heel erg actief daarin mee te gaan werken, om het verder in te gaan vullen. Vanuit die eerste brainstorm hebben we alle ideeën verzameld en daarvan moest echt een programma gaan worden. Nou, en daarna hebben we een aantal mensen uitgenodigd die tijdens die eerste brainstorm aangaven dat ze het heel erg leuk vonden om hier aan mee te werken. Die hebben we uitgenodigd en dat is dus weer een kleine groepje geworden van, dat zal zijn, 10 man. En daar zijn we mee verder gaan nadenken over het programma en wat zouden we nog meer willen, hoe zou het plein eruit moeten komen. Dus moet het podium zo staan of weer anders, waar willen we de markt hebben. En daarna is het een nog kleiner groepje geworden en we hebben toen programmamanagers aangewezen voor de verschillende locaties die iets hadden. Het hoofdpodium, het sportdorp, kunstplein, Belmer Sportcentrum, Belmer Parktheater en het infocentrum. Dus 6 verschillende locaties. Die zijn weer met alle organisaties die hebben aangegeven dat ze iets wilden doen op de dag, zijn die weer met elkaar gaan praten. Dus, de programmamanager van het Sportdorp is met allemaal sportverenigingen gaan praten van wat willen jullie doen en daar is dus een programmaatje uitgerold en dat is voor elk programma, voor elk onderdeel is dat dus zo gegaan. En dat werd 1 programma en alle programmamanagers die zijn ook verantwoordelijk vandaag voor hun eigen plekje en voor hun eigen mensen, hebben daar ook een budget voor gekregen om dat met een productieteampje dus de dag te draaien. En nou, dat was het eigenlijk. Zo hebben we dus de verschillende partijen en de mensen en de burgers gewoon bij ons evenement betrokken. Waardoor wij denken dat het een heel erg mooi programma is geworden. En waar hun ook allemaal achter staan en wij ook. Ja, ook voor de PR hebben we dit jaar ook gekozen om nou, we gaan ook een lokale kunstenaar of een ondernemer de kans geven om daar beeldmaakfonds te ontwikkelen. Dus, een jonge vormgever, Jeffrey Kroes, heeft dan een beeldmerk voor ons ontwikkeld. En heel graag in samenspraak gaan we met de afdeling communicatie van het stadsdeel. En nou, echt, je merkt ook echt dat het op deze manier werkt dat iedereen zich heel verantwoordelijk voelt voor zijn eigen plekje. En dat daardoor ook heel veel creatieve ideeën zijn ontstaan. En manieren waarop ze samen konden werken, ook door het delen van faciliteren dingen.
Van nou, neem jij de matten mee, ik heb het net. En je merkt dat de organisaties zelf elkaar nog meer hebben gevonden. En ook de kunstenaars zelf, dat ze, ja, ze zijn mee in sjouwen met het podium. En ja, je merkt gewoon dat het echt een soort, ja, echt één event is waarbij alle partijen samenwerken. En nou, we hebben er ook echt met heel veel plezier in meegewerkt en meegerend. En vandaag ook de hele dag. Maar ja, het is echt. Als beleidsmedewerker, ik sprak net in de introductie, hoorde ik van je kan niet achter je bureau gaan zitten en dingen verzinnen. Nou, net zo'n event eigenlijk de wereld in helpen. Nu merk je dat als het vanuit onderop komt, dat het echt ja, veel mooie dingen wordt, dat ook veel meer aanspreekt bij de bewoners in Zuid-Oost zelf. En dat iedereen zich daar heel erg betrokken bij voelt. En het kost meer werk, maar het is veel leuker. En ja, ik denk dat wij nu allemaal heel trots kunnen zijn op vandaag. Dus ik hoop dat jullie ook allemaal hierna lekker het plein oplopen en gaan genieten van heel veel mooie muziek en dans die jullie vanavond nog te horen zullen krijgen. Dank je wel.